De formatie is in volle gang, onder leiding van informateur Schippers. Dat gaat helaas achter gesloten deuren, maar wat weten we wel? Edith Schippers biedt haar gasten van alles aan. Koffie, thee, vruchtensap, kleine chocoladereepjes. Maar ook gezonde snacks als snoeptomaatjes en komkommer. Oké, fijn. Er is komkommer. Heel goed, heel goed. Maar wat er besproken wordt, dat weten we niet. Vooral niet rond het allerbelangrijkste thema, namelijk het klimaat. Want daar is het tijdens de campagne nauwelijks over gegaan. Dus we hebben geen idee wat de partijen van plan zijn. Voor ik verder praat over de klimaatverandering, moet ik eerst even een ijsbeer laten zien. Ja, zo, dat hoort. Hebben we dat ook weer gehad. Nou, wat er nog meer bij hoort als je over het klimaat praat, is benadrukken dat er twee kampen zijn. Kijk, aan de ene kant heb je mensen die zich zorgen maken om het klimaat. Zoals Al Gore met zijn film An Inconvenient Truth. En in hetzelfde kamp zit ook Leonardo DiCaprio. Die maakte zijn klimaatfilm Before the Flood. Waarin hij liet zien dat de mensheid de wereld onomkoombaar aan het beschadigen is. Beetje hypocriet, hè, voor een man die met een boot een ijsschots kapot vaart. Maar oké. Oké. En die trouwens ook nog een half uur lang een beer op zijn bek heeft staan timmeren. Net zolang tot hij dood was. Maar goed. Oké. En zelfs de paus, de man die in direct contact staat met de gast die de aarde heeft gemaakt, zit inmiddels in het klimaatverandering is een probleemkamp. Climate change is a problem. We can no longer be left to a future generation. Als hij nog langzamer praat, dan zitten we al in de volgende generatie. Nou, katholieken zitten natuurlijk sowieso graag in de volgende generatie. Oh, shit. Dat had ik even moeten vertellen. We hebben tegenwoordig bij mijn programma een videoscheidsrechter met punchline-technologie. Daarmee kunnen we kijken of een grap kan of niet. Groen is in, rood is uit, dus dan kan hij niet. Nou, laat maar zien. Even kijken hoor. Ja, dan komt hier de grap. Katholiek. Oh, ja, hij is net op het randje, maar hij kan gewoon. Ja hoor, vals alarm. Dat kan gebeuren. Dat is live televisie, hè. Dat is een vette technologie, toch? Dat is toch mooi? Mooie technologie, die videoscheidsrechter. Het is wel kankerduur trouwens, maar het is toch... Oh, shit. Oké, laat maar kijken. Kijken, kankerduur. Daar gaat hij. Oeh, ja, die is wel heel erg uit, ja. Ja, nee, sorry, die kan echt niet. Ja, dat dacht ik al wel. Nou, waar was ik? Nou, dat was het kamp van de mensen die de klimaatproblemen erkennen. In het andere kamp heb je mensen die zich wat minder zorgen maken over het klimaat, maar dat zijn vooral wat gekkies op Twitter. Hè? Ja. Kom er maar in. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? You know, you're not allowed to use hairspray anymore because it affects the ozone. You know that, right? Wait a minute. So if I take hairspray and if I spray it in my apartment, which is all sealed, and you're telling me that affects the ozone layer? Yes. I say, no way, folks, no way. Ja, en als ik mijn handjes voor mijn ogen doe, kunnen jullie mij niet zien, toch? Ik ben onzichtbaar. No way, folks, no way. Ja, deze week draaide Donald Trump de klimaatafspraken van Obama terug, zodat de kolenmijnen weer open kunnen. Basically, you know what this says? You know what it says, right? You're going back to work. Ja, je weet als president dat je een kut idee hebt als alleen de vicepresident staat te klappen. En ook in Nederland zitten de mensen in kamp Trump, zoals Harry Mens. Afgelopen vrijdag vroegen ze hem op de radio: Harry, de gletsjers verdwijnen. Maak jij je daar zorgen om? Ja, maar de tijden veranderen en over 10 jaar of 20 dan zijn die gletsjers weer groot. Ja hoor. Over 10 jaar zijn de gletsjers weer groot. Andere voorspellingen van Harry. Over nog 10 jaar is de dodo weer terug. Zit Texel weer vast aan Noord-Holland. En gaan Wilders en Pechtold samen op vakantie. Heel waarschijnlijk. Nou,
Je hebt dus twee kampen in het klimaatdebat. Maar waar zet ik mezelf? Nou, ik volg natuurlijk altijd een beetje blind wat de paus doet. Dus ik wil toch graag hier. Ja, daar sta ik. En ook eigenlijk omdat dit het kamp is waar meer dan 97% van de internationale wetenschap in zit. Over het precieze percentage is trouwens weer enige discussie. Maar die discussie gaat dan over de methode waarop die 97% berekend is. Het kan dus ook 96 of 98 zijn. Het is toch een fijn idee dat terwijl de mens de wereld kapot maakt, er ook nog wetenschappers bezig zijn met de vraag hoeveel wetenschappers vinden dat de mens de wereld kapot maakt. Heel tof. Nou, hoe dan ook, volgens de overgrote meerderheid van de wetenschappers hebben we echt een probleem. De afgelopen 100 jaar steeg de gemiddelde temperatuur op aarde al met 0,8 graden. Dan denk je misschien, dat is heel weinig. Dat is nog niet eens het verschil tussen een vliestrui en een onesie. Kan ik best hebben trouwens, vind ik. Maar als de aarde nog ietsje meer opwarmt, tot 2 graden, dan heeft dat onomkeerbare, rampzalige gevolgen. En niet alleen voor die ijsbeer van daarnet. Oh, die is inmiddels overleden, zie ik. Oh, ja. Zo hard gaat dat dus. Ja, zo hard gaat het, mensen. Maar even een voorbeeld. Het tropisch koraal zou bij 2 graden stijging volgens NASA bijna helemaal verdwenen kunnen zijn. En dan kun je denken, wat kan mij dat koraal schelen? Ik eet dat nooit. Dat kan. Maar koraal is een belangrijke schakel in de voedselketen waardoor hele ecosystemen kunnen verdwijnen. En zo zijn er meer tipping points, hè, die voor onomkeerbare schade kunnen zorgen. Denk aan de poolkappen. Het ijs weerkaatst zonlicht, terwijl zeewater juist warmte opneemt. Dus er komt een moment waarop zoveel ijs is gesmolten dat het extra water die opwarming alleen maar versnelt. En al dat water zorgt bovendien voor een zeespiegelstijging die hele landen op kan slokken, terwijl in andere delen van de wereld miljoenen mensen moeten vluchten vanwege extreme droogte. En dit alles gebeurt dus al bij 2 graden opwarming. Terwijl de verwachting is dat de aarde aan het eind van deze eeuw misschien wel 3 of 4 graden is opgewarmd. Dus het is helder. Aarde warmt op door mens. Nee, niet door mens. Ja, ook wel een klein beetje natuurlijk, maar nee. Oké, ja, goed, ja. En je kunt het ook elke dag zien. Oké, dit is een beetje een anekdotisch bewijs, maar afgelopen donderdag, warmste 30 maart ooit gemeten. Afgelopen vrijdag, warmste 31 maart ooit gemeten. Dan hebben we nog maar het geluk dat maart maar 31 dagen heeft, anders was dit eindeloos doorgegaan. Nou, en om wat aan die klimaatverandering te doen, kijken we natuurlijk naar de politiek. Maar die lijken zich daar dus weinig om te bekommeren. Heeft er iemand enig idee waarom dat is? De politiek die gaat veel over de korte termijn. De lange termijn die wordt vaak weggedrukt, zeker in de campagnes. Ja, interessante theorie, maar dit was gewoon een willekeurige student. Hè? Klopt het wel wat die jongen zegt? Kan iemand dat even checken bij iemand die daar verstand van heeft? Gaan we weer naar Ron Vrezen. Ron, klopt het wat een van die jongeren net zei, dat dit onderwerp voor de politiek te lange termijn is? Ja, die sloeg de spijker op zijn kop. Heel fijn, dankjewel Ron. Dankjewel. Het is voor die jongen ook wel fijn, toch? Een complimentje van Ron live in het 8-uur-journaal. Ik noem dat altijd. Nee, dat is een beetje flauw. Nee, waf. Oké, fuck it, ik doe het gewoon. Ik noem dat altijd een Ron-climentje. Maar even kijken. Kan die grap? Het is een hele flauwe grap. Even kijken. Ja, nee, die is uit. Snap ik ook wel. Super flauw natuurlijk. Oké, had ik ook wel verwacht. Nou, in de verkiezingscampagne was het echt, ja, ik zou er bijna willen zeggen, oorverdovend stil rond het klimaat. Ja, precies. En ik keek even naar het verkiezingsprogramma van de grootste partij, de VVD. Hoe zij over het klimaat denken, wordt al vrij snel duidelijk. Een toekomst waarin we onze volle verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en klimaat en daar ook een goede boterham mee kunnen verdienen. Wauw. Zelfs het kapotgaan van de aarde is voor de VVD niet meer dan een geinige business opportunity. Een toekomst waarin we onze volle verantwoordelijkheid nemen voor de honger in Afrika. En een vriendje van mij zit toevallig ook nog in die hele voedselpakkettenbusiness. Dus dat... Verder is het klimaathoofdstuk van de VVD redelijk zakelijk. Hè? Ik had graag zelf een zin gezien als we zien dat wereldwijd het klimaat verandert. Met stijgende zeespiegels en hevige regenbuien tot gevolg. Maar wat blijkt, die zin stond ook letterlijk in het VVD-programma, maar die is eruit gehaald op verzoek van een willekeurig VVD-lid uit Friesland, Gert-Jaap van Ulzen. En dan denk je, leuk, iedereen mag blijkbaar meebeslissen bij de VVD, maar Gert-Jaap is een notoire klimaatskepticus. Een kleine VVD-verkiezingscommissie liet zich overtuigen door het argument van Van Ulzen dat helemaal niet vaststaat of klimaatverandering mede door de mens veroorzaakt wordt. Wat? Dus
Dus we staan misschien wel voor het grootste probleem in de geschiedenis. 97% van alle klimaatwetenschappers zegt dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. Maar de VVD luistert liever naar een soort Nederlandse Donald Trump. Ik bedoel, een soort Friese Harry Mens. En die partij die is nu een nieuwe regering aan het samenstellen. Dat doen ze niet alleen natuurlijk. Ze gaan dat sowieso samen doen met het CDA. Die hebben in hun verkiezingsprogramma ook een klimaatparagraaf met als belangrijkste punt: wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie. Goh, bedankt. Ja, we hebben zelf geen ideeën, maar als iemand iets lokaals verzint, heel graag. Heel graag. Ik kreeg nog een ideetje van, even kijken, Hetty uit Nijverdal. Die gaat op dinsdag wat korter douchen. Heel fijn, Hetty, dank je wel. Ja. Kregen we nog een tweet van Donald uit Washington. Die doet zijn haar voortaan binnen. Heel goed, Donald. Slim bedacht, slim bedacht. Dank je wel. Het lijkt er dus op dat de twee grootste partijen aan de formatietafel niet zo'n haast hebben met het klimaat. Is daar binnen die partijen dan helemaal niemand onthutst over? Ik ben eigenlijk een beetje onthutst. Godzijdank! Ed Nijpels is onthutst. Waarom? Ik ben eigenlijk een beetje onthutst dat er over het klimaatbeleid, over het energiebeleid niet of nauwelijks wordt gesproken. Er moeten een aantal verplichtende maatregelen nemen. Heel goed! Heel goed, dit is geen standaard geitenwolle sok. Ed Nijpels is een VVD'er. Meer een geitenwolle saap. Dus zelfs de vorige VVD-generatie begint zich zorgen te maken over wat er nu in Den Haag gebeurt. Misschien ook wel even leuk om te vertellen. Ed Nijpels die is extra fanatiek geworden over het klimaat sinds hij deze zomer opa is geworden. Dat is lief, toch? Ed is ook een van de opa's en oma's. Die site bestaat echt op de site grootoudersvoorhetklimaat.nl. Dat is echt waar. Een beetje de tegenhanger van de organisatie waar Trump en Harry Mens lid van zijn. GrandparentsRapingThePlanetInTheAss.com. Oké, leuk. Trouwens, ook leuk om te vertellen, die kleinzoon van Ed Nijpels is naar hem vernoemd. Die baby die heet dus ook Ed Nijpels. Wat een goede babynaam is dat. Schat, Ed Nijpels ligt weer te janken. Waar is het talkpoeder? Ed Nijpels heeft een beetje rode billetjes. En over een paar jaar, wie kan Ed Nijpels verschonen? Welke? Echt heel leuk. Nou, Ed Nijpels vond het dus ook heel raar dat er tijdens een campagne niet over het klimaat werd gesproken, want dat klimaatkonijn, dat komt straks uit de hoge hoed bij de kabinetsformatie. En ik kan je garanderen dat dat konijn een heel duur prijskaartje rond zijn nek heeft hangen. Het klimaatkonijn! We hadden natuurlijk al de nivelleringsnerds, de rekeningrijdrups, de eigen risico-eend, de belastingbaviaan, de integratie-impala en de pensioenpotvis. Maar nu dus ook het klimaatkonijn. Dat tijdens de kabinetsformatie uit de hoge hoed gaat komen. En volgens Nijpels heeft het konijn een prijskaartje. En dat heeft alles te maken met het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord werd in 2015 bereikt door 195 landen. En dat was een heel emotioneel moment. Toen het bekend werd, klonk minutenlang applaus en barsten sommige aanwezigen in tranen uit. Dat is mooi, toch? Ja. De laatste persoon die ik huilend zag klappen was Ed Nijpels bij de geboorte van Ed Nijpels. Nou, wat was het belangrijkste punt van het klimaatakkoord van Parijs? Volgens dat akkoord mag de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden stijgen. Het liefst met niet meer dan 1,5 graad. Hey, kijk, daar heb je hem weer, die 2 graden. He, weet je nog van dat de hele wereld dan naar de kloten gaat en je nergens meer koraal kan eten? Die 2 graden. Dus wat Parijs voor elkaar heeft gekregen is dat als we met alle landen de afspraken van Parijs halen, dan is er een kans dat we de planeet niet nog meer verneuken. Maar dan moet wel elk land meedoen, met je minister-president voorop. De plannen van de VVD zijn volgens het planbureau niet voldoende om de afspraken van Parijs te realiseren. Dus, er is een afspraak met alle landen, arm en rijk, waarvan we hopen dat het genoeg is. Een soort minimum waar iedereen zich aan moet houden, waar iedereen aan mee wil doen. Nederland is zo'n beetje het kleinste, rijkste landje ter wereld. En bij ons haalt de grootste partij, de VVD, zelfs in zijn partijprogramma niet eens dat minimum. We zagen het net al, dat de VVD-ouderen hiervan balen. Maar ja, is dat alles? VVD-jongeren, klimaat moet prioriteit 1 zijn van nieuwe kabinet. Ja, zelfs de VVD-jongeren willen dat de VVD het klimaat serieus neemt. Dat zijn kinderen die zijn rechts ter wereld gekomen.
De grootste partij aan de formatietafel wil dus niet van het verleden leren. Ze hebben geen boodschap aan de toekomst, maar ze luisteren wel naar een klimaatverandering-scepticus uit Friesland die zegt dat er niks aan de hand is. En ook het CDA praat stoer over 2035, maar belooft niks voor de komende 4 jaar. En dat is een beetje het patroon. Hè? Ambitieuze beloften voor de verre toekomst, die zijn helemaal hip, maar niemand wil nu meteen er al iets voor opofferen in hun eigen kabinetsperiode. Eigenlijk is het probleem dus niet een gebrek aan lange termijnvisie. Ze verschuilen zich juist achter een lange termijnvisie om op korte termijn niks te hoeven doen. Nou, wat zei Ed Nijpels ook alweer? Dat klimaatkonijn, dat komt straks uit de hoge hoed bij de kabinetsformatie. Ja, precies. Het klimaatkonijn komt uit de hoge hoed tijdens de kabinetsformatie. En om die mensen die daar nu aan tafel zitten daar aan te herinneren, stel ik voor dat we dat klimaatkonijn vandaag nog uit zijn holletje timmeren. Hè? Met z'n allen. Door alle lijsttrekkers aan de formatietafel vanavond nog via Facebook en Twitter en Instagram een bericht te sturen met een emoji van een konijn. Dus... Kijk, bijvoorbeeld @ Mark Rutte, @ Sybrand Buma, @ CDA Vandaag, @ VVD. Denk aan het klimaatkonijn. Als je het leuk vindt, kun je hem ook nog naar @ Nijpel sturen. Vindt hij wel lachen, denk ik. Trouwens, we kunnen dat gewoon aan hem vragen. Hè? Want hij is hier, dames en heren. VVD-mastodont, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en bedenker van het klimaatkonijn, @ Nijpels! Hoi. Jongens, het is de verkeerde @ Nijpels. Ik was al zo blij dat ze gisteren zeiden dat hij wilde komen. Ik dacht, nou ja, dan doen we het zo. Hoi. Ed. Hier, een ballon. Ed, ik heb nog iets voor je. Hier, klimaatkonijn. Ja, die had ik eigenlijk voor je opa meegenomen. Maar, ja. Nou goed, dan doen we het zo. Ed, ga jij zo lekker slapen? Ja. En dan gaan de mensen in Den Haag iets verzinnen voor de komende 4 jaar. Is dat goed? @ Nijpels. Heel veel bedankt voor het kijken en tot volgend seizoen! Nou, ben je weg? Nee, goed. Yes. Vakantie. Ja. En jij gaat zomer gaan verkleedsturen. Ja, en daarmee komen we aan het einde van dit filmpje. Krijgt u nog het weer, overwegend bewolkt en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.